En we staan hier in Stijn bij de Groos, waar vandaag de Brilliant Business Award wordt uitgereikt. En dat is een award die in het leven geroepen is door de gemeente Sittard-Gelein, Beek en Stijn. En dat is voor ondernemers. Dat zijn een drietal categorieën. Diamant, Rubijn en Parel. Ik ben gans benieuwd. Kijk hier met ons mee. Ik wens u in elk geval allemaal een hele fijne avond. Een avond waarin de spotlight op jullie staat, op ondernemerschap. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik kan u welkom heten, maar er is eigenlijk maar één dame die dat echt kan doen. En dat is natuurlijk de gastgemeente van vanavond, die dit prachtig hebben verzorgd. De gemeente Stijn, graag een warm applaus voor de burgemeester Marjon Lux. Ja, van harte welkom. En het is gewoon super als ik hier sta. En ik zie inderdaad hoe vol de zaal is en hoeveel mensen inderdaad de moeite genomen hebben om vanavond hier naartoe te komen. En waarom doen we dat eigenlijk? Dat doen wij om u, ondernemers, in de zonnetje te zetten. Om inderdaad die spot even op u te zetten, want u bent voor ons heel erg belangrijk. Want wat zou een gemeente zijn zonder ondernemers? Probeer u zich dat even voor te stellen, dat is heel moeilijk. Maar dan zou natuurlijk heel veel activiteit in een gemeente helemaal niet plaatsvinden, ook helemaal niet mogelijk zijn. Heel veel mensen zouden geen werk hebben, zowel niet binnen de gemeente als in een regio. Heel veel innovaties die bij uw bedrijf allemaal plaatsvinden, ja, die zouden er niet zijn, want er zou niet aan de weg getimmerd worden. En daarom zijn we als gemeentebestuur, en ik zei net, van de drie gemeentes ontzettend blij dat u ondernemer wilt zijn in een van die drie prachtige gemeentes. Wat wij natuurlijk zien in alle drie de gemeentes is dat we een grote diversiteit hebben. En daar zijn wij heel erg trots op. Want of je nou de luchthaven neemt of de bakker op de hoek, we hebben gewoon alles. En dat heeft natuurlijk deels ook te maken met onze supergeweldige ligging. We hebben de haven, we hebben het vliegveld, we hebben natuurlijk de snelwegen, waardoor we een logistieke hotspot zijn. Maar dat neemt niet weg, de bakker op de hoek, die vinden wij MKB net zo belangrijk. En die diversiteit maakt het ook dat het prettig wonen en werken is in alle drie die gemeentes. Ik zeg in de genomineerde, weet je, een beetje als de Olympische Spelen. Winnen is leuk, maar het gaat eigenlijk ook om het meedoen. Dus in ieder geval is het al een proficiat met die nominatie. En ik wens iedereen gewoon een hele fijne, maar vooral ook inspirerende avond, waarin we elkaar nog meer mogen ontmoeten en er hele fijne dingen mogen neergezet worden in de toekomst. En ik dank u wel. Ja. Misschien een goede vraag om jullie als portefeuillehouders hebben samen bedacht dat het goed was om die ondernemer in de spotlight te zetten. Om welke reden voor u, wethouder Nekens? Nou, vooral omdat het MKB een heel belangrijk onderdeel uitmaakt van ondernemend Zuid-Limburg en vooral Westelijke Mijnstreek, punt 1. In vergelijking met andere regio's merken wij dat het grootbedrijf ten opzichte van MKB veel groter is dan in andere regio's, en MKB dus kleiner. Dat betekent ook dat wij alles in het werk willen stellen om MKB te faciliteren. En een van die dingen is bekendheid. En dan moet je dus zorgen dat dit soort evenementen worden georganiseerd waar MKB'ers kunnen deelnemen, waar ze inspiratie op doen en waar ze dat ze in de achterafloop kunnen weten waar ze terecht kunnen voor bepaalde zaken. De burgemeester zei natuurlijk wel dat meedoen heel belangrijk is. Ja. Maar ondernemers willen gewoon ook heel vaak gewoon winnen. Dat weet ik uit ervaring. Dus heel spannend. Drie gemeentes die samenwerken. Hoe komt die samenwerking? Hoe is die tot stand gekomen? En waarom is het juist zo belangrijk dat jullie het samen doen? Nou, ik heb zelf eigenlijk het initiatief ooit genomen om, deze awards in het leven te roepen. Omdat ik ook gemerkt heb dat de ondernemers, die zijn gewoon heel druk met ondernemen. Je merkt ook gewoon dat ook lokale ondernemersverenigingen het ook wel gewoon heel zwaar hebben om activiteiten te organiseren. En eigenlijk gewoon veel te weinig stilstaan bij ook, ja, van wat doet eigenlijk mijn buurman? En wat doet de buurman misschien wel een gemeentegrens verder? En het is wat ook al Pieter Mekels zei. Ik zeg, we hebben zoveel mooie bedrijven, ook innovatieve bedrijven, van groot naar klein in deze Westelijke Mijnstreek, waar het uiteindelijk verdiend wordt voor Zuid-Limburg. Ja, en dan moet je misschien ook die ondernemers maar gewoon ook een beetje helpen en faciliteren om ook gewoon dat ondernemerschap te eren en te waarderen. Is er dan een beetje competitie onder jullie? Of? Met z'n drieën, absoluut. Ja? Ik moet met twee dames zien uit te komen, zeg maar.
En, zal ik ze maar gelijk gaan wegsturen of zo? Ja. Nee, ik moet eerlijk eerlijkheidshalve zeggen, we werken op economisch gebied uitstekend samen in de Westelijke Mijnstreek. Daar kunnen de twee dames absoluut van getuigen. En het gaat er ook om, en we zijn ook bezig met een soort economische samenwerking op Westelijke Mijnstreek niveau, op triple helix niveau. Want waar gaat het om? Het gaat niet alleen om de ondernemers. Ondernemers zitten wat mij betreft altijd in een driver's seat, kennisinstituut te faciliteren. Mm-hmm. En de gemeente is aanspreekbaar om dingen te regelen voor die ondernemers en kennisinstituten. Daar zijn we mee bezig in de Westelijke Mijnstreek met steun van de twee dames en de gemeentebesturen uiteraard. En ik denk dat dat goed komt en dat we op korte termijn daar duidelijk over kunnen geven hoe de ondernemers daar bij ons terecht kunnen. Fijn, dank u wel. Wethouder Meekels, ik hou u even hier als u wilt. Ik ga u beiden, wij zien u straks terug op het podium voor de volgende awards, maar voor nu bedankt. Geef ze maar een applaus. Dames en heren, dit zijn de drie finalisten voor De Robijn. Ik denk, Hans, dat ik aan jou het woord ga geven om zonder een winnaar te noemen wel een bevindingen van de jury voor ze alle drie geven. Ja, het zijn alle drie duo's. Dat viel ons meteen op dat er steeds duo's zijn die aan de kar trekken. Het zijn echte start-ups. Ooit zei iemand dat innovatie ontstaat uit frustratie. Nou, ik denk dat hier een goed voorbeeld is, want mensen willen het echt anders doen en hebben ook het idee dat het beter kan en anders kan dan in hun branche zeg maar vanzelfsprekend is. En het is inderdaad een hele moeilijke, want ze zitten alle drie in een heel ander soort branche. High-tech, low-tech, dienstverlening puur sang als het gaat om de horeca. Dus het was voor de jury ook wel moeilijk om die vergelijking te maken. Maar uiteindelijk hebben we die criteria erbij gehaald. En hebben we toch een keuze kunnen maken. En die keuze was eigenlijk, toen we met de jury bij elkaar zaten, overduidelijk. Oh, een unanieme beslissing. Wie gaat het bekendmaken, Hans? Ga jij dat doen of de wethouder? Of gaan jullie het samen doen? Spannend moment. Misschien hebben we nog een trommelgeroffel. Weet ik niet. Maar de jury heeft dus zeg maar unaniem besloten, omdat het een bedrijf is dat echt van toegevoegde waarde is voor deze onderneming. Waar twee ondernemers aan het roer zitten die ook echt ondernemer zijn. Die in alle fasen van hun start-up zitten. Soms problemen met financiering, organisatorisch, hoe doen we dat? Maar er steeds weer uitkomen. En daarom hebben we besloten dat Wellpoint de winnaar is. Is gewonnen door Wellpoint. Van harte proficiat Jeroen en Misha. Wellpoint doet eigenlijk alle facetten die je voorkomen in de laswereld, doet Wellpoint eigenlijk. En als het dan gaat om lasopleidingen, gewoon van het NIL, het Nederlands Instituut voor Lastechniek, of het gaat om certificeren, als het gaat om lasconsultancy, of het gaat om lascoördinatie, bedrijfscertificeringen en maatwerktrainingen. Ja, dat zien we eigenlijk de laatste tijd steeds meer, dat er steeds meer bedrijven zeggen van ja, we willen een stukje maatwerk en combinatie met een NIL lasopleiding. We zijn druk bezig om de fundering van het bedrijf neer te zetten, zeg maar, en te kijken welke groeimogelijkheden we hebben. En zoals het nu gaat, beginnen we eigenlijk al aardig uit ons jasje te groeien. Allereerst zijn we natuurlijk heel blij dat we genomineerd zijn. Hè? En vinden we eigenlijk dat als we mogen winnen, dat wij zeker wel een toegevoegde waarde hebben voor bedrijven. Verrassing? Ja, heel verrassend. We worden natuurlijk enorm trots dat we genomineerd worden. Totaal onverwachts. We stonden net anderhalf jaar. Ja, dan doen we nog de winnaar. Ja, bizar. Wat deed dat met? Ja, een hele belevenis. De wedstrijd niet van gekkigheid wat ze eigenlijk ons vertellen. Het is nieuw, heel anders voor ons. De hartslag staat echt over. Het is echt super gaaf. Een hele belevenis. Dus groots? Ja, absoluut. 100%. En hoe gaat je dat vieren? Ja, ik ben bang voor heel veel vlaaien komen in te rollen. Nee, goed, ze hebben al die jongens. Normaal heb ik vanavond eigenlijk avondopleiding bij Dinnissen in Zevenum, vlakbij Toverland. En die hebben al gezegd, Jeroen, volgende week vlaaien als ze wenst. Nou goed, en volgende week vlaaien. En op het bedrijf ook, overal vlaaien. Dus wie voor vlaaien gewoon dat weer? Nou, dat hoeft maar even niet even op, denk ik. Stuk of 20, denk ik. Ja, minimaal. We hebben heel veel bedrijven. Dus, ja. En dat is denk ik ook de toegevoegde waarde of we voor anderen hebben. We helpen bedrijven en daardoor denken we dat, zien we gewoon echt trots en groets op dat we dat hebben mogen winnen.
Wij zagen twee totaal verschillende bedrijven. Dat zei ik ook, in een totale andere fase van hun bestaan. Dus echt heel moeilijk om te vergelijken. We zagen ook een aantal overeenkomsten. Beide familiebedrijven. Met een vader en zoon nu op het podium. Waar echt ondernemerschap in de genen zit. Maar waar ook klantgerichtheid en het ontzorgen van de klant echt centraal staat. En dat heeft ook gemaakt dat wij, ik hoorde bij de vorige jury ook, echt teruggegaan zijn naar de basis van deze prijs en waar het om draait. En dat is de klant- en servicegerichtheid. Dames en heren, uw aandacht voor de winnaar van de Brilliant Business Award 2019, categorie De Parel. En ook die klant- en servicegerichtheid lag enorm dicht bij elkaar. Dus we hebben gekeken wie maakt nou het meeste impact op zijn klant. Voor wie is het nou, is het echt zo enorm belangrijk en heeft impact op het persoonlijke leven van de klant dat zij er zijn. En daarom hebben we gekozen voor IZL Limburg. IZT Limburg is een bedrijf dat in 2008 is opgericht door mij en mijn vader. En we hadden het idee om alles wat een ziekenhuis kan in de thuissituatie te gaan brengen. We werkten alle twee op de intensive care in het ziekenhuis en wilden de intensieve zorg thuis naar de thuissituatie brengen. IZT is gevestigd in de Westelijke Gemeenschap in Elslo, mijn woonplaats, de woonplaats van mijn vader. En we wilden in onze eigen dorp en eigen gemeente een unieke thuisorganisatie teweeg brengen. Van een steunkous tot een beademingsmachine. Vanaf het moment dat je bij IZT komt, hoef je geen ander bedrijf meer in te schakelen. IZT telt op het moment 85 medewerkers, variërend tussen verzorgende en verpleegkundigen, teamleiders en een back-office van 7 mensen. We vinden het geweldig dat we genomineerd zijn. De reacties in de media op dit moment zijn al overweldigend. Ja, het is leuk om zo erkend te kunnen worden in de gemeente. Ik denk dat ik met heel veel collega's de mening deel dat wij een heel innovatief bedrijf zijn die meerwaarde heeft voor deze omgeving. Wij leveren zorg op maat en zijn heel erg betrokken bij cliënten. Ik heb hele fijne collega's en ik kan persoonlijk zeggen dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk kom. En we staan hier bij de winnaars van de Parel Award, IZT uit Eilse. Hartelijk gefeliciteerd natuurlijk ook namens Omroep Stijn. Wie vult je rug? Ik vind me helemaal top, helemaal top. Ik vind het gewoon onbeschrijfelijk. En ik vind het zo'n waardering voor het werk wat we al 10 jaar doen op deze manier. Ik vind het echt geweldig. Maar met name ook natuurlijk voor de medewerkers. Veel doen het niet alleen. Er zijn nog 80 man die voor ons en die helaas die kent ze niet in de spotlight brengen. Maar ik vind het wel dat ze benieuwd moeten worden. Dat zijn degenen die het werk doen. En die moeten natuurlijk wel door ons gestimuleerd worden en op pad gezet worden. Dus dat is heel fijn dat dat lukt. Ger wordt de tweede die naar voren geroepen wordt. Weet je daarop zitten wachten in het stulke? Duurde het lang? Ja, ik denk dat Sean het nooit doet met Kalle. Het is echt, dat is het filmpje van die anderen. Dan denk je van, ja, die doen ook geweldige dingen. En wie gaat een jury daar een keuze in maken? Moeilijk, maar. En dan gaan ze het podium nog Kalle. En probeer ze langzaam achter dat beurtje te kijken, maar dat werkt ook niet. Dus geweldig echt om mee te maken. Ja. Dus vannacht kan ze goed slapen? Heerlijk, ja. Ja, dat gaat goed lukken. En wie gaat het goed gerut? Met de medewerkers, wie gaat je het vieren? Ja, dat heel eerlijk, nog gaan even nagedacht. We hebben dat is al het geld. De app gaat straks rond en de foto's gaan rond. En ik denk dat dit, ik vind een geweldig ding wat we gaan krijgen. En dat gaat een hele mooie plaats krijgen in ons bedrijf, weet ik zeker. Ja. Nou, misschien even voor aan beginnen, HBI Project, we zijn, of HBI Visual, excuus. We zijn begonnen bij jullie, zoals gezegd, nou een bedrijf wat al langer bestaat. 40 jaar bestaan, vorig jaar gevierd. Hè? Tweede generatie. En door alle strobbelingen van de afgelopen jaren, diverse crisissen meegemaakt, maar desondanks steeds op tijd de strategie weten aan te passen. En daardoor nu gewoon een heel krachtig bedrijf hier staan met hele mooie innovatieve producten. Nou, dan bij Eurofibers, een bedrijf wat
wel al langer bestaat, maar toch relatief jong is ten opzichte van de andere twee bedrijven. En ontzettend hard gegroeid is. Productie naar deze regio heeft gehaald, ook zorgt voor een goede werkgelegenheid. Lieve finalisten, mag ik jullie vragen een beetje naar voren te komen, zodat jullie niet in het donker staan, maar lekker in die spotlight, zoals het vanavond voor jullie bedoeld is. Het is een spannend moment. Samen Ingrid en de burgemeester zullen bekendmaken. Tot slot, de laatste categorie. De Diamant Brilliant Business Awards 2019 gaat naar HBI Bijou. HBI Bijou BV is een leverancier van intelligente verlichtingsoplossingen voor de semi-openbare ruimte. Dan moet je denken aan armaturen met licht, bewegingssensor, met noodverlichting, die dynamisch reageren op hun omgeving, op de beweging van mensen. Dat is wat we in belangrijke mate doen. Ik denk wat HBI Bijou zo bijzonder maakt, is dat we helemaal zelfstandig onze eigen producten ontwikkelen, ons eigen concept ontwikkelen vanuit een eigen filosofie. Dat we met innovatieve oplossingen bezig zijn en gericht om de klanten ontzorgen. En daar zit wel een stukje onderscheidend vermogen in, ja. Wat bijzonder aantrekkelijk is aan deze regio, is dat het zo centraal gelegen is in Europa, hart van Europa. Met een goede infrastructuur, met veel goede werkkrachten. We hebben ons niet zelf genomineerd, maar een collega bedrijf uit de regio heeft ons genomineerd. Daar zijn we bijzonder verguld mee. En ja, we vinden het eigenlijk wel ontzettend leuk. We staan hier bij de winnaars van de Diamanten Award, HBI Bijou. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En worden een verrassing? Nou, we worden enorm verrast dat we genomineerd worden. Een ander bedrijf is genomineerd, dat wordt al sowieso bijzonder. Dus het kwam een beetje als slag bij donkere hemel kwam het aan. Ja, en dat we vanavond de prijs in ontvangst hebben mogen nemen, was natuurlijk overweldigend. Nevenug staan de medewerkers, dames en heren, wat deed dat voor u? Ja, geweldig natuurlijk, echt geweldig. Ja, chic. Wat deed het met u? Ja, dan moet je nooit eens vragen dat net met grote ogen in de koplamp hebt gekeken. Ik ben even helemaal nu overdonderd, maar het is heel bijzonder. Wie gaat het gevierd werden in het bedrijf? Nou, met een grote taart, gegarandeerd, ja zeker. Eén. Misschien nog wel meerdere, we zijn. Ja. Nou, ik wens je ook mede namens lokale omroep Zijn en Start van harte gefeliciteerd met deze hele mooie award. Dankjewel. En veel succes nog. Merci.